Hey mensen, top dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een heel mooi toplijstje, namelijk de top 3 handige vissen. Vissen zijn, sommige mensen zeggen wel, korte termijn geheugen, super dom en geen gevoel. Dat is allemaal niet waar, vissen zijn keileuk. En sommige zijn nog zelfs handig ook. En die wil ik in dit videootje met jullie gaan bespreken. Ik heb namelijk 3 vissen gevonden, waarvan heel veel mensen eigenlijk niet eens weten wat voor werk ze wel niet goed doen. Zo wil ik graag beginnen met de nummer 1, de geofakers. De geofakers, ook wel de aardeter genoemd, is een vis keihandig. Als je een wat groter aquarium hebt, is het echt een vis die je kan adviseren om te gaan nemen. Helemaal wanneer je ook nog eens een zandbodem hebt. Iedereen weet in de aquarium hobby, een zandbodem kan enorm veel problemen gaan zorgen. Het kan gaan rotten, er kan viezigheid in gaan zitten, het kan luchtbellen of gasbellen gaan krijgen. Allemaal drama, je hele waterwaarden kunnen daardoor naar de Filistijnen gaan. Maar aardeters, oftewel de geofakers, zijn vissen die echt keihandig zijn. Die doen namelijk de hele dag niks anders dan de aarde omwoelen. Omwoelen wil zeggen, ze nemen een hap van het zand, zeven door hun kieuwen en daarna valt het weer neer. En het is niet zo met, eigenlijk alle cycliden doen dit, maar het is niet zo dat ze dit alleen doen wanneer ze willen paren of op een heel eigen territoriaal gebied. Geofakers gaat echt je hele bak door en niks blijft onaangeraakt. Het zijn vissen die willen, ja, die doen niks anders dan dit. Het is echt een keihandige vis om te hebben. En ondertussen halen ze ook nog alg en alle etenswaren halen ze eruit. Een vriend voor in je aquarium. En dan gaan we door naar de nummer 2. De nummer 2 is een vis, ook keihandig in je aquarium. Maar heel veel mensen kennen hem eigenlijk al wel. En dat is de borstelneusplekko. Of gewoon de gewone plekko. Je moet er wel bij zeggen dat ze ook wel wat overschat worden. Sommige mensen denken namelijk echt dat ze alle algen uit het aquarium halen. Dat is echt niet het geval. Maar het zijn wel vissen die echt overal voer zoeken in je aquarium. Met name wanneer het donker wordt, zwemmen ze tussen alle plantjes. En ze gaan over je ramen heen. Ze eten echt de kleine microbacteriën en organismen eten ze op. Dus in die zin doen ze het wel wat er van ze verwacht wordt. Maar niet in die mate dat op internet rondgaat dat ik heb last van algen. Ik heb zelf 3 borstelneusplekken als erin zwemmen. Ik snap er niks van, hoe kan ik nog steeds algen hebben? Een plekko eet niet alle algen op. Maar ze zijn wel super handig en ze doen wel heel veel werk met bladerenafval weghalen. En al is het alleen al om het wat op de grond verzameld wordt om te woelen. Ja, daar zijn ze echt heel goed in. Dus zeker een vis die iedereen wel moet hebben in zijn aquarium als je een aquarium opstart. Nou, niet alleen opstart, maar gewoon houdt. Dan moet je wel oppassen met sommige plekko's die je kan kopen in de winkel, dat ze super groot kunnen worden. Maar als je een bepaald L-nummer weet, google het even. Of als je de naam weet van de plekko, google het even. En je hebt, nou, binnen 5 minuten weet je of jouw plekko kei groot wordt of gewoon een klein leuk beestje blijft. Ik heb dat wel heel goed gedaan met mijn aquarium. Elke plek die hierin is gekomen heb ik opgezocht. Ik heb ook gezorgd dat er geen paardjes in zitten. Want het wil ook nog wel eens voorkomen dat een compleet aquarium over wordt genomen door alle plekken die hierin gezet wordt. Let erop. En dan gaan we door naar de nummer 1. En dat is een vis die eigenlijk hoort in elk aquarium. Er zijn superveel soorten van deze vis. Namelijk de corridora's. Oftewel de pantsermeerval worden ze ook wel genoemd. Het zijn vissen. Zijn gewoon zo ontzettend handig. Net als ik zei van de plekko dat ze goed tussen de plantjes gaan. Die doen het alleen s'nachts. Corridora's doen het 24/7. Die gaan in de kleinste hoekjes. Die woelen overal heen. Op zoek naar hun voer. Belangrijk is wel dat je zo fijn mogelijk grind neemt. Of eigenlijk bijna zand. Want hun kieuwen kunnen anders namelijk echt wel stuk gaan. Tenminste, ze hebben van die sprietjes op hun bek. Ik weet niet precies wat de naam voor daarvan is. Maar daarmee voelen ze of er voeding zit.
Maar als je daar grote grindjes voor hebt, dan raken die beschadigd. En dan gaan die dingen gewoon stuk. En daar moet je echt wel op letten. Je hebt, net zoals ik net zei, superveel soorten corridorassen. Daar kom ik in een later video nog op terug, wat de meest mooie corridorassen in mijn ogen zijn. Tipje van de sluier, ik ben enorm fan van de panda corridori. Corridoras is het voor mij, ik zeg al panda corridoris. Maar het zijn corridoras. Weer wat geleerd uit het maken van deze video. Maar de panda corridoras zijn echt mijn favoriet. Kan ik je nu al vertellen. Blijven klein. Ik vind ze wat speelser overkomen dan de standaard corridoras. En dit was eigenlijk mijn lijstje met de meest handige vissen die je kan hebben in je aquarium. Mocht je zelf nog vissen hebben die je denkt, Jasper, die horen ook in het lijstje. Laat me even weten in de comments. Misschien kunnen we dan weer een nieuwe video over maken. Dit zijn in ieder geval nu de vissen die ik weet uit mijn hoofd. Die keihandig zijn voor in je aquarium. Mocht je meer informatie willen, laat me alsjeblieft even weten. Vond je het een leuk filmpje? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende. Joep!